Hallo, ik ben Barbara Omen en ik hoor bij de Roosevelt Stichting. Maar ik sta hier ook in het buitenklaslokaal van het University College Roosevelt. En op een paar honderd meter afstand van het Roosevelt Institute for American Studies hier in Middelburg in Zeeland. Daarbij is daar ook het Roosevelt Hotel en daar een bar genoemd naar Eleanor Roosevelt. En ik kan me voorstellen dat je begint af te vragen, wat heeft Zeeland toch met de Roosevelts? Nou, er is een makkelijk antwoord. En dat antwoord is dat de familie Roosevelt waarschijnlijk uit Zeeland kwam. En wel uit Oud-Vossermeer op Tholen. Maar ja, dat is natuurlijk geen reden voor al die aandacht. Dat is meer in de betekenis van de familie Roosevelt. Want die familie Roosevelt, daaruit kwamen twee Amerikaanse presidenten voor. En een vrouw die wel de belangrijkste vrouw van de wereld werd genoemd in haar tijd. Een van die Amerikaanse presidenten was Teddy Roosevelt, waarnaar de teddybeer genoemd is. En een andere was deze man, Franklin Roosevelt, die de langzittende Amerikaanse president ooit is geweest, 1932 tot 1945. Franklin Roosevelt is als president bekend om heel veel dingen. Om de New Deal bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld ook over het feit dat hij polio had, maar dat eigenlijk je daar helemaal niks van merkte. Maar een van zijn belangrijkste ideeën, waar we nog steeds het veel over hebben, is het idee van de vier vrijheden, van de Four Freedoms. En om daarover te hebben moeten we eigenlijk terug naar 1940, 1941, toen heel Middelburg bijvoorbeeld in puin lag. Dit fantastische stadhuis was toen gebombardeerd in mei 1940. En aan de andere kant van de wereld was Franklin dus president en probeerde Amerika te overtuigen om mee te gaan helpen aan de oorlog. En wat hij zei is, het is niet zomaar een oorlog, maar waar het om gaat zijn vier vrijheden. The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. Vier fundamentele vrijheden overal ter wereld. Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, maar ook de vrijwaring van angst, dat je niet bang hoeft te zijn, en de vrijwaring van gebrek. Anywhere in the world. En dat gedachtegoed van die vier vrijheden, dat is zo beroemd geworden en heeft zoveel indruk gemaakt dat bijvoorbeeld zelfs vandaag de dag je in Amerika nog stropdassen zoals deze vrij lelijke stropdas je kunt kopen met die vier vrijheden. Franklin Roosevelt overleed in 1945, eigenlijk vlak voordat zijn grote droom van de Verenigde Naties uitgevoerd werd. Maar het was zijn vrouw Eleanor Roosevelt die zijn gedachtegoed eigenlijk verder zou uitwerken. En dat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Eleanor Roosevelt werd voorzitter van de commissie die verklaring op moest stellen. En die werd ook aangenomen in 1948 door de Verenigde Naties. En eigenlijk is die verklaring de basis van internationale samenwerking op het gebied van mensenrechten zoals wij het vandaag de dag kennen. Dus voor mij zijn mensen als Franklin en Eleanor echt voorbeelden van hoe één iemand het verschil kan maken. En dat idee dat één iemand zoveel verschil kan maken, dat vieren we eigenlijk iedere twee jaar hier in Middelburg, hier verderop in het Abdijcomplex. Want dan worden de Four Freedoms Awards uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor het gedachtegoed van Franklin Roosevelt. Er is altijd een internationale award. Die is bijvoorbeeld gegaan naar Nelson Mandela of Angela Merkel of de Dalai Lama. En soms gaat ook een award naar instituties, zoals bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van Mens of het Klimaatakkoord van Parijs, ook super belangrijk. En daarnaast gaan awards ook op verschillende vrijheden naar verschillende individuen. En voor mij persoonlijk heeft bijvoorbeeld de speech van Malala destijds, toen zij een Four Freedoms Award kreeg, echt het allermeeste indruk gemaakt. I realized that I had two options, only two options.
either to remain silent and wait to be killed, or to speak out and then be killed. Dus dat is waar de belangstelling voor de Roosevelts in Zeeland vandaan komt. Het heeft deels ermee te maken dat de familie Roosevelt oorspronkelijk uit Zeeland komt, maar veel meer met hun gedachtegoed. Het idee van die vier vrijheden, het idee van mensenrechten, dat is eigenlijk waar al die Roosevelt-instellingen die we hier hebben ook mee bezig zijn en waarom we iedere twee jaar de Four Freedoms Awards zouden hebben. Ik moet zeggen dat ik me wel afvraag wat Franklin Roosevelt gevonden zou hebben van deze stropdas. Misschien moeten we het hem even vragen. Franklin, wat vind je ervan?